Hey, wat leuk dat je kijkt. Welkom bij weer een nieuwe uitlegvideo van Math with Menno. Laten we beginnen. Deze video gaat over lineaire ongelijkheden oplossen met grafieken. In deze video ga ik je laten zien wat lineaire ongelijkheden zijn en ik ga je laten zien hoe je dit soort ongelijkheden kunt oplossen met grafieken. Ik ga het uitleggen aan de hand van een aantal voorbeelden. En de eerste twee voorbeeldvragen die zie je hier al staan. De figuur hiernaast gaat over de kosten, k in euro's, voor het x dagen huren van een fiets bij de firma's Fietsenmaar en Cheap Bikes. Nou, dat figuur zie je hier aan de rechterkant. Je ziet op de horizontale as het aantal dagen, op de verticale as de kosten in euro's en je ziet van twee verschillende firma's een grafiek getekend. In het rood van de firma Fietsenmaar en in het blauw van de firma Cheap Bikes. Bij a staat dat Mark zes dagen een fiets wil huren. En de vraag is, bij welke firma is hij goedkoper uit? Dus we moeten erachter zien te komen, bij welke firma is het goedkoper als je zes dagen een fiets wil huren? Nou, het aantal dagen staat natuurlijk op de horizontale as, dus we gaan naar 6. Dan ga je vanaf daar omhoog en dan ga je kijken, welke firma is hier het goedkoopst. En het goedkoopst kun je heel eenvoudig zien. Want daarvoor geldt de grafiek die het laagst ligt, dat is de firma bij wie het huren het goedkoopst is. Nou, in dit geval zie je bij 6 dat Fietsen maar hier zit en Cheap Bikes zit daar. Dus Fietsen maar ligt onder Cheap Bikes, want de rode lijn ligt hier onder de blauwe. Dus die rode lijn, dat is de lijn die hoort bij de goedkoopste firma. En dat is de firma Fietsen maar. Dus nu hebben we het antwoord gevonden. Dat moeten we alleen nog even opschrijven. En het antwoord is dus: fietsen maar. En op zich was deze vraag niet zo lastig, maar er zit hier wel een heel belangrijk principe achter. En dat is dat je kijkt hoe die grafieken liggen ten opzichte van elkaar. Bij een x van 6 ligt die rode lijn dus onder de blauwe, dus die rode is goedkoper. Dus het antwoord is: fietsen maar. Dan gaan we naar vraag B. En bij B is de vraag. Bij welk aantal dagen huren is fietsen maar voordeliger dan cheap bikes? We willen dus weten bij welk aantal dagen fietsen maar goedkoper is dan cheap bikes. En het antwoord op deze vraag gaan we weer vinden met behulp de van deze grafiek. En we gaan nu, net als bij vraag A, weer kijken hoe die twee lijnen liggen ten opzichte van elkaar. Kijk, hier in het begin zie je dat die rode lijn een heel lang stuk boven de blauwe lijn ligt. En als die rode lijn boven de blauwe lijn ligt, dan betekent dat dat fietsen maar duurder is dan cheap bikes. Op een gegeven moment zie je dat ze hier zo, dat is bij vier dagen, daar hebben ze een snijpunt. En een snijpunt betekent dat ze hetzelfde zijn, dus daar zijn de kosten van fietsen maar en cheap bikes hetzelfde. Wat gebeurt er daarna? Nou, daarna zie je dat cheap bikes, dus die blauwe lijn, die gaat boven die rode lijn liggen. Dus dat betekent dat cheap bikes dan duurder wordt en fietsen maar is vanaf dat moment goedkoper. Dus we zoeken bij deze vraag eigenlijk het moment waarop fietsen maar onder cheap bikes komt te liggen. Nou, dat is na vier dagen. Dus de vraag is, bij welk aantal dagen huren is fietsen maar voordeliger? En het antwoord is dus bij meer dan vier dagen huren. Dus dat antwoord gaan we nu even netjes opschrijven. Dus je noteert dan bij meer dan vier dagen huren en dat antwoord hebben we dus gevonden door die twee grafieken met elkaar te vergelijken je kijkt dan vanaf welk moment ligt fietsen maar onder cheap bikes dus wanneer is de rode grafiek lager dan de blauwe dat is vanaf 4 dus bij meer dan vier dagen huren is fietsen maar voordeliger we gaan door naar het volgende voorbeeld en bij vraag a vraag b hebben we eigenlijk al een beetje gezien wat een ongelijkheid is. Maar vanaf vraag C gaan we dat echt op een wiskundige manier aanpakken. We hebben als eerste wat nieuwe informatie bij dezelfde grafiek als die we net ook hebben gezien. Fietsen maar gebruikt de formule KF is 2,5x plus 10. En Cheap Bikes gebruikt de formule KC is 3,75x plus 5. En de opdracht bij vraag C is los op... 2,5x plus 10 is kleiner dan 3,75x plus 5. Nou, je ziet, we hebben heel veel nieuwe informatie gekregen. En ik begin eerst even met het doornemen van die twee formules die je hier ziet staan. De eerste formule gaat over fietsen maar. En dat is eigenlijk ook wel logisch, want hier staat de k van de kosten. En die f die staat voor fietsen maar. Dus hier staat eigenlijk de kosten van fietsen maar die zijn 2,5x plus 10. Die x is het aantal dagen, dus met behulp van deze formule kun je de kosten van fietsen maar berekenen. Voor Cheap Bikes heb je ook een formule. Die werkt op dezelfde manier. Die staat hier. En nu hebben we iets gekregen wat je een ongelijkheid noemt. En die ongelijkheid die staat hier. We hebben dus 2,5x plus 10 is kleiner dan 3,75x plus 5. En dit pijltje wat je hier in het midden ziet. Dat spreek je uit als kleiner dan. En dat heb je wel eens eerder gezien, maar het is al even een tijdje geleden. Dus ik ga daar hier rechts onderin even wat dingen over opschrijven. Zo'n pijltje naar links, dus dit pijltje, dat betekent kleiner. Het kan ook andersom. Je kan ook het pijltje naar rechts draaien. Naar rechts betekent groter. En hoe kun je dat onthouden? Nou, je kunt van dit pijltje naar links de letter K maken door daar een verticaal streepje aan toe te voegen. Kijk, als je zo een verticaal streepje erbij zet, dan staat er de k en de k die staat voor kleiner. Zo kun je dus onthouden dat een pijltje naar links betekent kleiner. Ik ga dat streepje weer even weghalen, want uiteindelijk hebben we dit tekentje nodig. Maar de vraag is, wat betekent dit nou precies? Nou, hier aan de linkerkant staat de formule voor kf, oftewel de formule voor fietsen maar. Dus op deze plek zou ik kunnen opschrijven. Dit gaat over de firma Fietsenmaar. Nou, na die formule voor Fietsenmaar hebben we dat pijltje van kleiner dan, dus een pijltje naar links. En aan de rechterkant van dit pijltje staat de formule van Cheap Bikes. Dus dan staat er Fietsenmaar is kleiner dan Cheap Bikes. En eigenlijk staat hier in formuletaal wat we net bij vraag B in woorden hebben opgeschreven. Want hier staat, we moeten erachter zien te komen, wanneer is fietsen maar kleiner dan cheap bikes? Oftewel, wanneer zijn de kosten van fietsen maar lager dan de kosten van cheap bikes? Nou, die vraag die hebben we net bij vraag B beantwoord. En ons antwoord was toen, dat is het geval als je meer dan vier dagen een fiets gaat huren. Nou, dat antwoord is nog steeds hetzelfde. Het antwoord is nog steeds bij meer dan vier dagen. Want als je meer dan vier dagen huurt. Dan zit de rode lijn onder de blauwe. Dus dan is fietsen maar goedkoper, dus kleiner dan cheap bikes. Alleen hier kun je die vraag niet op die manier beantwoorden, want we hebben hier echt te maken met de letters x. En het gaat hier echt over de formules. En we doen het niet meer in woorden. Wat wordt hier dan je antwoord? Nou, we beginnen eerst even bij dat snijpunt. Dat snijpunt zit bij 4. En 4 is de x-coördinaat. Dus ze zijn hetzelfde bij x is 4. Wanneer is fietsen maar goedkoper? Dat is het geval als de x groter wordt dan 4. Want je moet meer dan 4 dagen huren. En dat antwoord kun je dan als volgt noteren. Je schrijft dan op, x is groter dan, dus een pijltje naar rechts, en dan de 4. En hier staat dus eigenlijk, het aantal dagen moet groter zijn dan 4. Dat is precies wat we net bij vraag B hebben opgeschreven, maar dan in woorden. En nu hebben we dat in een soort van wiskundetaal samengevat. Nou dit noem je dus een ongelijkheid. Zo'n ongelijkheid herken je dus aan een pijltje. En zo'n ongelijkheid kun je dus op deze manier oplossen. Dus je gaat kijken bij welke grafiek hoort dit stukje? Dat is Fietsen maar. Dit is G Bikes. Wanneer is Fietsen maar goedkoper dan G Bikes? Oh, dat is als je meer dan vier dagen huurt. Dus de x is groter dan 4. En op deze manier kun je dus zo'n lineaire ongelijkheid oplossen met behulp van de grafiek. Dat is misschien nog best wel lastig, en daarom ga ik je nog even twee voorbeelden laten zien waarin we dit nog een keer gaan doen, maar dan zonder de context, dus zonder het verhaaltje eromheen. Want uiteindelijk gaat het erom dat je dit in één keer kunt oplossen, ook als je niet te maken hebt met een verhaaltje. De eerste van de twee voorbeelden die zie je hier staan. De opdracht is los op, en we hebben de volgende ongelijkheid. Min 0,5x plus 2 is kleiner dan x min 1. En bij deze ongelijkheid hoort ook een tekening. De tekening zie je hier staan. En in de tekening zie je die twee grafieken getekend. In het rood zie je min 0,5x plus 2 en in het blauw zie je x min 1. En we moeten nu oplossen wanneer is min 0,5x plus 2 kleiner dan x min 1. Nou, kleiner dan kun je als volgt opzoeken in de grafiek. Kleiner dan betekent dat deze grafiek onder deze grafiek moet liggen. Dus de rode lijn moet onder de blauwe lijn liggen. En dat hadden we net ook, hè? bij dat fietsen maar en cheap bikes hadden we ook dat fietsen maar onder cheap bikes moest liggen. Want dan was hij goedkoper en dan was hij dus kleiner. Dus dat gaan we hier ook doen. We gaan dus kijken wanneer is de rode grafiek kleiner dan de blauwe grafiek. Nou, dan kijk je naar de tekening en wat zie je dan? Nou, in het begin, dit eerste stuk, ligt die rode grafiek een heel stuk boven de blauwe grafiek. Dus dat eerste stuk is niet het stuk van de grafiek wat ik zoek. Op een gegeven moment hebben ze een snijpunt, dat zit bij x is 2. In het snijpunt zijn ze hetzelfde. En na x is 2 zie je dat die rode lijn onder de blauwe lijn komt te liggen. En zodra de rode lijn onder de blauwe lijn ligt, dan is die rode kleiner dan die blauwe. Dus dan is min 0,5x plus 2 kleiner dan x min 1. Nu moeten we het antwoord opschrijven. Wat wordt het antwoord? Nou, het snijpunt zit bij x is 2. En zodra de x groter wordt dan 2, bijvoorbeeld hier zo bij 4, dan zie je dat die rode lijn onder de blauwe gaat liggen. Dus het antwoord kunnen we hier in één keer opschrijven en dat is het volgende. Je kan dan zeggen, het antwoord is hier, x is groter dan 2. Nu hebben we dus het antwoord gevonden en hebben we deze vraag in één keer netjes uitgewerkt. Dus wat doe je? Je gaat dus kijken wanneer ligt rood onder blauw, want de rode moet kleiner zijn dan de blauwe. Dan zoek je het snijpunt op. Je ziet dat het aan de rechterkant van het snijpunt is. Dus de x moet groter zijn dan 2. Dus dan noteer je x, pijltje naar rechts en dan de 2. En op deze manier kun je dus een ongelijkheid netjes oplossen. Dan gaan we naar het laatste voorbeeld, en die is het lastigst. We hebben gekregen de volgende ongelijkheid: 7 min x is groter dan 2x min 5. En bij deze ongelijkheid hebben we ook weer een tekening gekregen. Die zie je hier aan de rechterkant. Daar zie je in het rood de grafiek van i is 7 min x en in het blauw de grafiek van i is 2x min 5. En we moeten dus deze ongelijkheid gaan oplossen. Nou, wat staat hier eigenlijk? De rode grafiek moet groter zijn dan de blauwe grafiek. Dus we gaan kijken in de tekening. Wanneer ligt de rode lijn boven de blauwe lijn? Nou, dan ga je even kijken in die tekening en dan zie je dat in het begin van je grafiek, hier zo. Ligt de rode veel hoger dan de blauwe lijn? Dus op dit stukje is 7min x groter dan 2x min 5. Dat is dus hier de hele tijd zo totdat ze in dat snijpunt komen. Want in dat snijpunt zijn ze voor het eerst hetzelfde. Dat is het idee van het snijpunt. Daar zijn die twee grafieken gelijk. En na dat snijpunt zie je dat die rode lijn naar onder gaat, de blauwe die gaat omhoog, dus die rode die ligt dan onder de blauwe lijn. En dan is 7 x juist kleiner dan 2x 5. Dus het antwoord dat wij zoeken is eigenlijk dat eerste stukje hier zo van deze grafiek. Het is dus het stukje vanaf het begin tot aan dat snijpunt. Want in het snijpunt zijn ze gelijk en daarna ligt hij eronder. Dus dat snijpunt is heel erg belangrijk. Alleen dat snijpunt weten we niet. Want in de vorige tekening stonden de getallen erbij, maar hier is dat niet zo. Dus je kan niet zomaar zeggen het antwoord is hier x is 2 of zoiets, want je weet niet waar dat snijpunt zit. Dus we moeten eerst het snijpunt van deze twee grafieken gaan uitrekenen. Hoe doe je dat ook alweer? Nou, dat hebben we eerder besproken. Daarvoor ga je deze twee formules aan elkaar gelijkstellen. En eigenlijk krijg je dan precies hetzelfde van wat hier staat, alleen dat pijltje vervang je door een is. Dus dan krijg je het volgende. We gaan eerst even dit oplossen. En dat is 7 min x is gelijk aan 2x min 5. Als je deze vergelijking wil oplossen, dan breng je alles met een x naar de linkerkant en alles zonder x naar de rechterkant. Dus de 2x gaat naar links, dan doe je min 2x. Nou, hier staat min 1x, min 1 min 2 is min 3. Dus daar krijg je min 3x. En dat is gelijk aan, nou breng de 7 naar rechts, dat wordt dan min 7. Dus we doen min 5 min 7 en dat is min 12. Nu de min 3 wegwerken. We gaan delen door min 3. Min 12 gedeeld door min 3, dat wordt 4. Dus de x is gelijk aan 4. En die 4, dat is dus de x-coördinaat van dit snijpunt. Dus van het snijpunt weet ik dat de x-coördinaat daarvan gelijk is aan 4. Nou, nu gaan we die ongelijkheid oplossen, want we weten het snijpunt. En wat hadden we gezegd? Het stukje wat we zoeken is dat eerste stukje van onze grafiek. Dat eerste stukje kan ik als volgt samenvatten. Daarvoor zeg je, de x is kleiner dan 4. Want hier zit het snijpunt, dat snijpunt zit bij 4. En aan de linkerkant van dat snijpunt, dat is het stuk van de grafiek wat ik zoek. De linkerkant van het snijpunt betekent dat de x-coördinaat kleiner is dan 4. Dus je zegt dan, het antwoord is hier, dus x is kleiner dan 4. Dus je doet de x, pijltje naar links en dan de 4. En nu hebben we deze ongelijkheid netjes opgelost. Dus wat hebben we gezien in deze video? We hebben heel veel geleerd en zeker dat laatste voorbeeld was erg lastig. Als je dus een ongelijkheid gaat oplossen, dan moet je dus heel goed kijken naar het figuur. In dit geval moet de rode grafiek groter zijn dan de blauwe. Dus die rode moet boven de blauwe liggen. En dat snijpunt van die twee grafieken is altijd heel belangrijk. Dat zie je nu. Dat zag je ook bij het vorige voorbeeld. En als je dat snijpunt niet weet, dan moet je die eerst even gaan uitrekenen door de vergelijking op te lossen. Dus vervang deze door een isje. Los de vergelijking stapje voor stapje op. Dan ga je kijken in de tekening. Hey, we zoeken deze kant van de grafiek. Oh, dan moet de x dus kleiner zijn dan 4. Dus je doet x, pijltje naar links en dan een 4. Als laatste nog even een handig trucje. Als je niet weet welke kant het pijltje op moet staan, kijk, je hebt hier het snijpunt. Het stuk wat wij zoeken zit aan de linkerkant, dus dan doe je x, pijltje naar links en dan de 4. Dus die pijl wijst eigenlijk de richting op van waar het gebied zit ten opzichte van het snijpunt. En zo kun je dus lineaire ongelijkheden oplossen met grafieken. Ben je blij met mijn video's? Abonneer dan op mijn kanaal. En wil je nog meer video's over dit hoofdstuk zien, klik dan hiernaast. Tot de volgende keer.